Welkom bij deze video over kamerplanten water geven. Water geven aan je kamerplant is natuurlijk een essentieel onderdeel om je planten levend te houden. Water transporteert voedingsstoffen door de plant en dat is natuurlijk van groot belang voor hun groei en welzijn. Echter, te veel water geven kan ook leiden tot schade. Te veel water geven is namelijk doodsoorzaak nummer 1 voor kamerplanten. Veel mensen geven hun kamerplanten koud kraanwater, maar sommige planten zijn hier gevoelig voor. Het is daarom altijd beter om water op kamertemperatuur te geven. En nog beter is regenwater, omdat dit minder kalk bevat. Wat is nou veel of weinig water? Iedere kamerplant heeft zijn eigen eisen als het aankomt om waterbehoeften. Logischerwijs heeft een plant uit de woestijn minder water nodig dan een plant uit regenwoud. In totaal zijn er 3 categorieën met betrekking tot waterbehoeften. Veel water houdt in dat je de grond altijd vochtig dient te houden. Gemiddeld water houdt in dat je de grond kort laat uitdrogen voor een nieuwe watergift. En weinig water houdt in dat je de grond langere tijd laat uitdrogen voor een nieuwe watergift. Wat is dan te veel of te weinig water? Te veel water geven doe je wanneer de grond niet al het water kan absorberen en dat er een laagje water onderin de pot ontstaat. Hierdoor is de kans op wortelrot groot. Te weinig water geven doe je wanneer niet de gehele wortelkluit vochtig is geworden. Wat vooral schadelijk is voor de plant als deze uit meerdere losse stekken bestaat. 1 of meerdere stekken kunnen dan geen water opnemen. De waterbehoefte van een kamerplant wordt beïnvloed door verschillende factoren. Hier even de belangrijkste op een rijtje. De grootte van de kamerplant heeft invloed op de waterbehoefte. Zo zal een grote kamerplant meer water gebruiken dan een kleintje. De afmeting van de kweekpot zal ook invloed hebben. Een plant die bijna uit zijn pot groeit, zal een kleinere waterbuffer hebben dan een plant die je net verpot hebt naar een grotere pot. De seizoenen. In de wintermaanden is het kouder en minder lang licht. Hierdoor gaan de planten in ruststand, wat resulteert in een lager waterverbruik. En misschien wel de belangrijkste factor, de standplaats. Hoe lichter een kamerplant staat, hoe meer water deze zal verbruiken. Daarbij heeft het aantal zonuren ook invloed op de waterverdamping. Hoe vaak moet ik mijn plant nou water geven? Check eerst in onze plantensoorten PDF in welke categorie jouw plant valt. Veel, gemiddeld of weinig water. Bepaal vervolgens hoe vochtig de grond is. Dit kun je doen door de vinger in de grond te steken. Wanneer de aarde aan je vinger blijft plakken, is deze nog vochtig. Hou er rekening mee dat bij grote planten met een grote kluit het mogelijk is dat de aarde droog is aan de bovenkant en aan de onderkant het nog vochtig is. Bij de categorie veel water zorg je ervoor dat de grond altijd lichtvochtig blijft, zonder dat de plant met zijn wortels in het water staat. Water geven doe je pas wanneer de bovenkant van de grond lichter kleurt, of als er bijna geen grond meer aan je vinger blijft plakken. Bij de categorie gemiddeld water is het in de wintermaanden belangrijk dat de grond enkele dagen goed droog staat. Water geven doe je pas wanneer de grond 3 dagen droog heeft gestaan. In de zomermaanden geef je de plant water wanneer de bovenkant van de grond lichter van kleur wordt, of als er geen grond meer aan je vinger blijft plakken. Bij de categorie weinig water zorg je ervoor dat de grond goed de kans krijgt om op te drogen. In de zomermaanden ongeveer 3 dagen en in de wintermaanden zelfs 3 weken. Deze categorie planten zal niet snel sterven door een gebrek aan water, eerder door te veel water. Bij twijfel kan er daarom beter gewacht worden met water geven. In de zomer- en wintermaanden vinden de meeste plantensoorten het prettig om besproeid te worden. Vooral tropische planten die van hoge luchtvochtigheid houden. Sproeien verhoogt de luchtvochtigheid in huis en voorkomt ook ongedierte in de planten. Zorg ervoor dat je je planten in de winter sproeit als de verwarming of aircondition aanstaat. Als je je planten in de zomer sproeit, doe dit dan 's ochtends of 's avonds, maar niet overdag als de felle zon op de bladeren staat. Om het watergeven makkelijker te maken, kun je ook gebruik maken van vulkenstrat met een watermeter. Dit zorgt ervoor dat de planten precies de juiste hoeveelheid water krijgen. Voor nog meer gemak zijn er ook kamerplanten verkrijgbaar op hydrocultuur, waarbij de watermeter aangeeft wanneer en hoeveel water er nodig is.
Wil je meer informatie over vulkenstrat of hydrocultuur? Check dan onze verzorgingspagina's of onze andere video's. En zo hebben we geleerd hoe we onze kamerplant op de juiste manier kunnen watergeven. Onthoud dat elke plant uniek is en een eigen waterbehoefte heeft. En hou rekening met de factoren die waterbehoefte kunnen beïnvloeden. Bedankt voor het kijken en veel plezier met het verzorgen van jouw kamerplant.